deze hoort dicht te zitten. En die is gewoon met een schroevendraaier geforceerd gewoon kapot gedraaid. Bij mij afgelopen zondagnacht op maandag was ik weer 1150 liter kwijt. Een goede volle tank. Dan zit je op 2.500-3.000 euro een beetje. Wat niet te verzekeren is, en dat is eigenlijk nog het ergste. Diefstal van diesel. Het gebeurt regelmatig op deze carpoolplaats in Terheide. Vrachtwagenchauffeurs zijn het spuugzat. Er stonden hier een drietal buitenlandse chauffeurs voor de verplichte weekendrust van 45 uur. Waarbij een van die jongens de diefstal op heterdaad betrapt. Die stapt eruit om zijn spulletjes te beschermen. En die hebben ze met een paar man het ziekenhuis ingeslagen. En dat was toch best serieus. Zo te horen wel. Er zit niks meer in.